Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je pesto moet maken. De ingrediënten. Wat hebben we nodig? Basilic, spinazie, olijfolie, look, zonnebloempitten, parmesan en water. Hoe gaan we te werk? Dus we nemen de kutter, we doen er de gewassen basilicumblaadjes in, de spinazieblaadjes, die gaan er ook bij. Dus de zonnebloempitjes die hebben we eerst mooi aangebakken in een hete pan, zodanig dat ze lichtjes geroosterd zijn. Dat geeft dat ook wat meer smaak af. Dat gaat lekker zijn ook met de pesto. Die geroosterde smaak bij de basiliek. Een klein beetje look. Dat moet niet veel zijn, gewoon een klein mespuntje. Dat gaat wat meer pit geven ook. De olijfolie, die gaan we er ook bij voegen. Wat water. We gaan schaven de parmesan. Dan gaan we mooi opmixen. Dan gaan we de pesto mooi afkruiden. En peper en zout. Basiliekpesto. Wat we met de basiliekpesto zullen doen, dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. De receptuur die vindt u terug op firstclass.tv. Smakelijk en tot de volgende keer.